koffie. En raar, waar zou onkel Jurgen vandaag zijn? Even denken. Efteling, juist. Eigenlijk een goeie dag en welkom bij deze vlog. En hier terug in de Efteling voor het Leenpleinenfestijn voor de derde keer dit seizoen. Maar er zit ook nog iemand naast mij. Ik zie een keer een dag zijn. Hallo, hier zijn we weer. Ja, Leroy is mee. Leroy kan je ook kennen van zijn kanaal, maar ik kan daar niet te veel reclame voor maken. Want ik heb nog ergens een weddenschap met iemand lopen. Dus niet te veel reclame voor Leroy. En zeker niet gaan kijken naar zijn kanaal. Maar hij heeft dat niet gehoord. Dus vandaag een dagje Efteling. Warm weer vandaag, opnieuw. Heel warm weer. Maar daar kunnen we tegen, denk ik. Genoeg afkoeling gaan zoeken. En wat de dag ons verder biedt, dat zien we wel. Maar eerst toch niet zoals de traditie het wel. Een lekker bakje koffie. Bakje, tas koffie of beker koffie. Hier in de Efteling. Tot straks. Een goeiedag gaan zeggen aan koning Pardoefus. Het was weer feest al daar, niet waar, Leroy? Tuurlijk, rood feest. Rood feest, niet te doen. En ondertussen hier een live muziek. Moet ook kunnen op deze zonnige namiddag. Gezellig. Opvalt is dat het zeer rustig is vandaag. Raar zo eind juli op een zaterdag. Maar misschien speelt de grote warmte ook hier wel een rol in de rustigheid van dit park. We gaan een droomvluchtje doen, niet waar? Zeer waar. Zeer waar. Hopelijk niet te lang wachten. Dan kunnen we lang, lang dromen van deze vlucht. Er stond op de 3O-app. Loopings dus. Ja, die O-app stond er 10 minuutjes. Spannend. Zou de 3O-app gelijk hebben of niet? Mijn man, dat is hier warm. De droomvlucht, wachtrij. We gaan moeten een mail sturen naar de Looping-website. Klopt het niet? Het is 0 minuten wachttijd. Gezellig toch? Denk ik. Dus ja, droomvlucht in. Joep. Drie ritjes op de droomvlucht. Leuk en nog altijd verbazingwekkend dat dit mogelijk is in de zomer op een zaterdagnamiddag in de Efteling. Een droomvlucht blijft mijn topattractie, vind ik zelf. Al zullen meningen daarvoor verschillen. Joepie, het is carouselletjes tijd. Onkel Carousel en onkel Jurgen is weer zeer tevreden. En dat draait en dat draait. Niet waar, Leroy? Oei, Leroy is onderuit aan het filmen.
Dag mensen, zoals u ziet is het vandaag Leroy time in de plaats van Vitanimo time, want Vitanimo gaat water halen. Ja. En zal ik willen vragen of we allemaal in. Bedankt. Hoi hoi. Vitanimo heeft net gratis water gehaald. Ja, eigenlijk heel eenvoudig hier aan de kompje met die oorlijke man op. Kun je drinkbaar water en bij warm weer kun je dan uit je flesje gewoon wat water nemen. Lekker gratis. En extra centjes om dan iets lekkers mee te kopen, denk ik. Een ijsdonut bijvoorbeeld? Nee, want dat vind ik niet zo lekker. Excuseer. Maar de ijsjes zijn hier wel lekker en vallen van prijs helemaal mee. Maar we gaan naar het Efteling Museum, want je hebt daar nog iets niet gezien, hè? Inderdaad, ik heb daar de nieuwe tentoonstelling nog niet gezien. Dat klopt volledig. Ik wel. Het is tijd voor mijn favoriete attractie. Hier is iets zitten. Tuurlijk jong, carnavalfestival hè. Woehoe. Ondertussen is het al middag of namiddag al een stukje en wat doen de mensen dan? Dat is een stukje eten en dat hebben wij in deze warme dag, maar het is echt nu wel heel warm, gedaan hier in het station De Oost, want ik vreet altijd de naam met even aan het aflezen. Ja, het staat hierachter ook wel. Een frietje eten met wat satésaus en een frikandelletje. Maar ja, veel eten met zo'n weer moet je doen, vooral drinken. Eigenlijk al een beetje veel gedronken. Het wordt nog warm. Niet waar, Leroy? Het is een veel te warme dag vandaag. Echt veel te warm. Ik weet even niet meer wat ik gezeten. En knip. Hallo! Santé! Mocht ik de wedstrijd verder gezet hebben van in Plopsaland overlaat, dan had de hitte nu wel gewonnen. Het eventjes gehad met het warme weer. Eventjes rusten op een bankje. Of op een bankje. Maar op dit moment is het eigenlijk wel veel te warm. Lieve Winter Efteling. Hoera, hoera. Leroy. Ik ben dood op. Ik weet niet wat te zeggen van de warmte. Je weet wel wat te zeggen van de warmte. Wat ze dan zeggen, dat je niet weet wat je zei van de warmte. Maar eigenlijk weet je het toch wel. Dat was enkel hetgeen dat ik wist. Maar nu zei ik al te veel. Het is gewoon veel te warm. Nog steeds op een gezellig bankje. Ondertussen is het al een stukje afgekoeld. En de Leroy heeft afscheid genomen van Monsieur Bob, of de Bobbaan. Leroy, hoe voelde het om afscheid te nemen van die baan? Het is toch raar om zo afscheid te nemen van een leuke achtbaan. Ga je die baan missen? Ja, het is een hele leuke, layout, goede baan. Uniek. Staat niet echt ergens anders in de buurt, behalve een ander type in een ander pretpark. We gaan de karretjes achter elkaar op. Maar dit type is echt uniek. Dus ik kan hem echt missen. Ik vrees dat ik hier van de weinige mensen ben die geen fan was van de Bob. Maar ja, een soort van mensen zeker. Hè? Ja. En de nieuwe achtbaan die in de plaats komt? Ja, ik vind het geen vervanger voor de Bob. Geen vervanger voor de Bob. Het is niet vervangingswaardig voor de Bob. Misschien is het wel eventjes afwachten wat dat gaat zijn. Misschien wordt het dan toch wat spectaculairder dan je denkt. Ik zet mijn verwachtingen niet te hoog in. Dat is een goede. Dan kan ik enthousiast verrast worden. Maar als mijn verwachting te hoog ligt, dan is het een negatief. Enthousiast verrast worden. Dus Leroy wordt graag enthousiast verrast. Inderdaad. Het rijmt.
Ja, wij gaan onze luie grens hier toch eventjes moeten opheffen en nog een stapje verder doen. Ik denk dat het straks nog een Fata Morganaatje zal worden en daarna wat winkelplezier om dan de bonte toets mee te nemen en dan de avond in te vliegen met het Negenpleinenfestijn. Tot een beetje later. Ondertussen op wacht naar, op de bonte stoets. Giro is vol ongeduld om al het moois te zien wat de bonte stoet ons brengt. En ook het Negenpleinenfestijn. Niet waar, Giro? Heel waar. Het is heel waar. Je gaat vanaf het Opzientheater naar Symbolica. Welkom to the Summer Festival. De bonte stoet Colorful Parade will start in a moment. En will travel from the Efteling Theater down to Symbolica. Ben je toets? Ben je niet? Toets, heb ik gemist. Is er iets voorbij gekomen. Leroy had graag de symbolicaanse hofdans te zien, maar vooral de pancake dance, waar ze normaal mee starten. Dus we zaten hier nu een beetje geduldig te wachten op een bankie, totdat de Hanse hofhouding ons het hof gaat maken. Symbolicaanse, zoiets, hofdans, is voorbij. Het was de verkorte versie waarschijnlijk door het warme weer, maar toch nog wel leuk. Maar ik vrees dat er net ons ook nog een spektakel staat te wachten als we boven ons kijken. Want wolken beginnen hier samen te troepen en er begint ook wel wat wind op te komen. Hopelijk gaat het niet gaan onweren en donderen enzovoort. Want anders gaat er hier niet veel meer gebeuren in het Negenpleinenfestijn. Maar zo, we zien wel. De bedoeling is om nu naar een avond naar het hoofd te gaan. En dan zien we wel verder. Hè. Ballonnetjes. Fijn dat u allemaal gekomen bent. En met zoveel ook. Dat had ik niet durven dromen. Welkom in mijn nederige stulpje. Ga ik onderuit zitten. Ja. Als jullie nou doen alsof jullie thuis zijn, dan doe ik dat ook. Ja, nee, ik vind het echt heel fijn hoor, dat jullie gekomen zijn. Ja, en ik vind het ook heel dapper van jullie. Ik wou dat ik geliefd was, gewoon een dag niet mezelf was. En dat jij dan op bezoek was, ik niet eenzaam en alleen was. Ik niet gevreesd, maar populair was.
maar, ga met je mee. Ga met je mee, oh wat, ga met je mee. Dat zie ik toch eens wat. Ik lijk misschien gevaarlijk, maar ik wandel ook zo graag. Lopen is gezond. Plaats, maar plaats, maar plaats. Ik heb ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Ik ben haast te laat. Spijt me, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Zijn ogen. Ja, kindje, die. Ik heb mijn brilletje niet op. Puur paniek. En toen kwam Sindri. Goed, Sindri, kom maar. Een grote mond. Ja, kindje. Dan kan ik jou beter opeten. Ja, en daar zit ik dan. Helemaal alleen, mijn dak lekt ook nog. Nou, dames en heren, ga maar gauw schuilen. Fijne avond en tot de volgende keer. Daag! De Vredewand heeft eindelijk zijn pins gevonden in de lotiek. Die is namiddag gesloten was, maar nu open. Hoera, hoera. Hier, hoe tevreden ben je? Heel tevreden. Alleen mijn portefeuille is al minder tevreden, zeg. Dat is een voordeel, dan gaat je portefeuille ook minder wegen om naar huis te gaan. Dan heb je minder belast. De loop positief bekeken. Zo kun je het inderdaad ook bekeken. Tuurlijk. Ja, een avond met Wolf werd plotseling een avond met donder en bliksem. Net voor het laatste nummer moest de acteur die Wolf speelde alles een beetje stilleggen omdat er onweer op komst was. En midden in het sprookjesbos is dat natuurlijk niet zo veilig. We zien wel wat het komt. Het is wel aangenaam dat het alles een beetje frisser geworden is. Maar mocht het nu donder en bliksem zou dat het zeker niet leuk zijn. Maar we zien wel eventjes schuilen, ietsje drinken of zo, of ietsje eten. En we zien al wat de avond nog brengt. We kunnen ons altijd aanpassen, dan houden wij gewoon een feestje. Niet onder een boom, maar onder een paraplu of zo. Of waar dan ook, of wat dan ook. En Leroy is tevreden, want hij heeft pinnetjes gekocht. Pin time! Pins. Hoera, toch iemand die tevreden is. Ongelooflijk, maar waar. Daar is de Twinkle Dance. De Lumina, hier het pretpark van op die kanaal. Ja, maar op welk kanaal? In Lumina van Tazia. Abonneer nu allemaal op mijn kanaal, hier het pretpark van. Dank u wel. Hoe moet je dat voor normaal niet stief haasten, zo. Mag ook wel iets louter zijn. Wacht tot ik 2000 abonnees heb, dat is zeker in orde. Abonneer dan massaal op Leroy Petpark van, maar wacht nog even. Leroy weet wel waarom. Ja, wat een lekker jas zijn. Amazing, Christine met Jelle blijft altijd een toppertje. Ik hou ervan. Ik vind het een van de leukste pleinen hier op het Heenplein, Christine. Ik heb het al gezegd in de vorige vlogs. Mocht hij er volgend jaar niet meer bij zijn, dat zou ik jammer vinden. Start nu reeds een petitie voor de Efteling, zou ik zeggen. Maar we zien dan volgend jaar wel wat het Heenplein, Christine ons dan mogelijk wel brengt. Als het er nog wel gaat zijn of niet. Dat zie je wel. We gaan op naar de volgende. Ondertussen is het gestopt met donderen en regenen. Bliksem nu en dan wel nog een keer. Maar dat kunnen wij aan, niet waar, Leroy?
Tuurlijk. Zeker, zeker weten. Zeker weten, zeker, zeker weten. Leroy gaat voor de Magnum. Op deze zomer kan dat niet mis zijn, denk ik. Heerlijk, he. Magnum. Oké, ik zou zeggen, schuif vlug aan, nu dat er geen lange wachtrij is. Wees maar zeker. Dus. Kies de saus, ja? Moet ik zijn. Dan mag je drie toppings kiezen. En dan gieten ze dat daarop. Schitterend. Dank u, dank u, dank u. Maar voor mij. Spannend. De middelste chocolade. Smelk. Aanvallen. En nu proeven we mijn één gemaakte keuze Magnum. Moet je ze demonstreren. Goed gekeurd? Goed gekeurd. Oké. Gaan je nu een pak overtrek kopen? Voortaan gaat Leroy fantastisch slapen. Onder de klaas vaak dekbed overtrek. Snurken als een krijger. Nee, als een uil. Als een uil. En dromen als... Een klaas. Een klaas. Oké. Yeah.
Rembrandt bij het Jurgen Freilichplein. Hij is hier achter mij bezig. Het kan eigenlijk wel best gezellig worden. Altijd een leuk feestje hier. Maar misschien kunnen we hier wel afsluiten. Maar we gaan zien. We hebben nog een uurtje te gaan. En we zien wel waar we de rest hebben. Niet waar, hè? Tuurlijk waar. Lekker rieten van Jurgen. Niet van Nonkel Jurgen. Oh, mijn naam benoemd. Niet Nonkel Jurgen, maar Jurgen Freilich. Olé. Schwer zu sagen, vielleicht ist es schon morgen viel zu spät. Oh, Tracy, ich brauche jetzt ein Regiment zu sehen. Ja. Leben nur noch für den Schmutz zusammen singen wir. Dort ist alles, was ich habe auf der Welt. Het is het einde van deze dag. Daarnet nog een Aquanuratje gedaan of gehoord, was de Tiësto-versie. Ik heb een stukje meegegeven, maar misschien ga ik nog wel de volledige versie op mijn kanaal ergens plaatsen de komende tijd. We zien wel. Straks gaan we terug naar huis, nog een tijdje rijden. Het was een leuk dagje, een rustig dagje, wel heel warm. Wat viel erop vandaag in de Efteling? Dat er weinig horecapunten open waren. Het was ook helemaal niet druk. Eventjes een onweer donderwolkje gehad, maar dat ging er snel voorbij. Eigenlijk wel een leuke dag. Negen Kleine Festijn is altijd een feestje, altijd gezellig, altijd leuk. Ik blijf het zeggen, het blijft leuk en het zou jammer zijn mocht het ooit verdwijnen. Maar dat zien we verder. Later op de avond, hoe moeilijker dat je het je woorden raakt. Dat zien we dan verder wel, zou ik zeggen. Vond je dit een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Vond je dit geen leuke video? Geef dan ook maar een duimpje omhoog. Abonneer gerust op mijn kanaal. Zoek mij eventueel ook wel op YouTube. Ja, het is logisch dat je op YouTube mij gaat zoeken. Maar ook op Facebook zit Vitalimo. Je mag gerust een vriendschapverzoekje sturen. Heb je ideeën? Heb je tips? Heb je nog andere dingen te melden? Zeg het mij in een privéberichtje of zeg het mij op de comments. Maakt mij niet uit, maar zeg het gewoon. Ik wil ook nog Leroy bedanken. Leroy staat hier voor mij. Leroy, als ik er maar hier ben komen. Het was een leuke en fijne dag. Dag Leroy. Hallo, hey. Dag mensen. Voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn op zijn kanaal, ik ga toch een beetje reclame maken. Klik dan even hier op. Denk hier ergens of zo. Of kan ook daar zijn. Of daar. Een linkje in de beschrijving. Een linkje in de beschrijving. Of misschien hier ook wel bovenaan. Ergens, ja, daar, het is daar. Op zijn kanaal, Leroy Pretpark van. Hey. Maar ik heb het al eerder gezegd. Wacht nog totdat ik 1000 abonnees heb. Maar eigenlijk hebben wij een weddenschap om te eerst aan de 2000 abonnees te komen. En het zou wel fijn zijn dat ik dat win, natuurlijk. Of ik, natuurlijk. Ja, oké. Okay, ga maar even het beeld terug. Oké. Okay. Dankjewel. Tot zover, Leroy. Dus hierbij ga ik dus toch wel afsluiten met de Fata Morgana achter mij. Nog een leuke tijd verder. En ik zie jullie graag terug op een volgende vlog of een volgend filmpje. Ik vermoed eventjes denken dat de volgende vlog wel eens vanuit Bellewaerde zou kunnen zijn, als het weer toelaat. Of we zien wel wat de zomer nog brengt. En misschien kom ik nog wel eens terug hier in de Efteling, want ik amuseer mij hier wel kostelijk. Ik ga nu echt afsluiten, want anders wordt het de klopgeest klopt hier al. Toch een fijne avond en ik zie jou later, of zie jullie later terug. Salut en tot ziens. Sneller terug dan je denkt. Blijkbaar heb ik een foutje gemaakt. Ik zou graag de 2000 abonnees hebben en ik heb blijkbaar 1000 gezegd. Bij deze een rechtzetting op het moment zelf moet kunnen, vind je niet? Maar nu ben ik echt wel weg, want de auto roept in de verte. Hoor ik hem. Dus bij deze, salutjes en tot bij leven en welzijn. Salut!